Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video snel en handig en goed een nieuwe bladzijde toevoegen. Ctrl-Enter. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl. Word. Hoe voeg je een nieuwe pagina toe? Dat kan in het lint hier bij invoegen. Klik je op invoegen en dan op lege pagina. En als ik op een lege pagina klik, tada dan voegt hij een nieuwe pagina toe. Nou, omdat ik een vrij groot scherm heb, kan dat naast elkaar Maar als ik inzoom, dan komen ze. ...onder elkaar <laughs> te staan. Dus of het nou naast elkaar staat of onder elkaar, daar maakt geen bied uit. Ik heb nu een nieuwe pagina toegevoegd. Maar er is ook een heel handig ander trucje voor. En die heeft alles te maken met pagina einde. Nou, ik ga het je laten zien. En om het goed te kunnen laten zien, heb ik op deze bladzij gewoon even wat tekst getypt. Hè. Dus ik heb nu gewoon één bladzij. Nou, dit is... Hoofdstuk 1 over kwallen. En hoofdstuk 2: hoe eten kwallen. En stel je nou voor, ik wil hoofdstuk 2 naar een nieuwe pagina. Wat je dan gaat doen, zie je achter hoofdstuk 1, zet je hier je cursor. Die knippert daar dan lekker. En dan druk je op Ctrl en daarna op Enter. Dus je hebt Ctrl ingedrukt en dan Enter. Pam! Zie je wat er dan gebeurt? Um, alle tekst. Daarna gaat naar een nieuwe pagina. En hieronder zit nu een pagina einde. Die heb je daar toegevoegd. Maar je ziet daar helemaal niks. Maar hij zit er wel. En toch kan je hem ook zichtbaar maken. En dat is heel tof, want dan kan ik je gelijk een knopje laten zien... om die pagina einde zichtbaar te maken. En geloof me, ik weet niet of alle docenten dat knopje weten te vinden. Maar het is echt heel erg handig. Nou, ik ga hier naar start. En dan vind ik hier een soort van Q'tje. Een soort dit daar, dit, dit knopje daar. En als ik daar op klik, tada, dan staat hier... Pagina-einde. En dat is super, super handig. Want let op, hè. stel je voor: ik doe hier een paar enter's. Dus uh, deze tekst hier gaat naar beneden. Deze tekst gaat naar beneden. Maar omdat hier dus een pagina-einde zit, blijft deze tekst hier gewoon staan en gaat niet naar beneden. Hoe handig is dat? En dat komt dus omdat je hier dus een pagina-einde hebt ingevoegd. Nou, en waarom zie ik dat hier paginaeinden staan? Dat komt dus vanwege dit knopje, wat daar aan staat. En wat is dat knopje dan? Nou ja, dit knopje laat allerlei dingen zichtbaar maken. Dus enters laat hij zien als dat kutje. Uh, maar je ziet ook overal puntjes staan. En een puntje is zeg maar, uh, als je op spatie hebt gedrukt, en laat hij zien van hé, er zit een spatie. En uh, hier heb je dus die enters. En hier dus een paginaeinde. Enzovoort. Nou, die. Uh, Puntjes in paginaeinden en gekke kutjes zal die nooit uh, printen hoor. Het is puur en alleen om zichtbaar te maken dat je hier een paginaeinde hebt ingevoegd. Want als je dat niet zou doen, hè? dus ik heb hier eventjes, ik ga heel veel teksten typen zo zeg maar. En ik zou hier dus bijvoorbeeld ook weer enters doen. Dan zie je dus dat hier deze tekst naar beneden gaat. Super annoying! Dus om dat op te lossen moet je dus paginaeindes gaan toevoegen. Dus in plaats van uh, enters naar beneden. Rammen. Zodat hier die pagina. De, de, de tekst. De volgende pagina ook naar beneden gaat. Doe je hier gewoon je cursor. Ik laat het nog een keertje zien: Ctrl-Enter. Heb ik hier dus een pagineinde toegevoegd. En hier kan ik dan allemaal enters doen. En of eventueel tekst aan toevoegen. En deze blijft dan staan. Nou, als je denkt. Oh, ik word helemaal gek van al die gekke kutjes en puntjes en zo. Dan kun je dat natuurlijk ook uitzetten. Maar als jij snapt hoe het werkt met pagina's toevoegen en met Ctrl-Enter zo'n pagina einde toe te voegen, dan zeker bij grote verslagen zul je zien dat niet de hele opmaak door de war gaat, maar dat het precies gebeurt dat jij wilt dat er gebeurt. Nou, hoe dan ook, op deze manier maak je nieuwe pagina's in Word.